Het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken is gisteren in samenwerking met de International Labour Organization een vierdaagse training begonnen. Hierin wordt stilgestaan bij topics als verbetering van samenwerking, bevordering van nationale debatten, waardig werk en sociale dialoog en het promoten en integratie van duurzaamheidsprincipes. Onafhankelijke consultant Koen van de Veer geeft aan dat met deze trainingen Suriname belangrijke transities te wachten staat. Het gaat over de groene en duurzame transitie in de economie. Het gaat over het formaliseren van de economie, dus mensen meer een echte fatsoenlijk betaalde baan krijgen met de zekerheid die daarbij hoort. En we gaan het hebben over hoe de vakbeweging dat kan doen in het kader van de sociale dialoog. Dus het gesprek samen met de werkgevers en de overheid om dat te realiseren. De overheid in Suriname kenmerkt zich door een grote ambitie. En dat is ook nodig, want er staan grote uitdagingen voor Suriname te wachten. Maar er is ook een grote bereidheid om het gesprek aan te gaan met de vakbeweging en met het bedrijfsleven. En ik denk dat we dat optimaal kunnen benutten. Om te kijken hoe we dan ook de werkende mensen op een goede manier van hun belangen kunnen voorzien. Tijdens deze vierdaagse workshop gaan de deelnemers zelf aan de slag, waarbij ze worden voorbereid op onderhandelingen en hoe deze te voeren en succesvol af te ronden.